Kan iemand mij vertellen hoe we op het punt staan om failliet te gaan? We hebben letterlijk nog maar 59.000 euro op de bank. En nog maar 2.000 euro voor ons weekbudget. En we staan er niet best voor, we staan 14e in de competitie. Maar dat maakt allemaal niet uit als we geen geld hebben. Want het is al eerder gebeurd, de Eredivisie heeft geen genade. Als we geen geld hebben, worden we letterlijk gedisqualificeerd en gedegradeerd naar de keukenkampioendivisie. En dat kunnen we niet laten gebeuren. We moeten oplossingen zien te vinden om de club te redden uit deze situatie. En dat is ook wat de club zelf op Twitter heeft gezet. Pato FC is heel dichtbij een faillissement. De club is dringend op zoek naar een shirtsponsor. Maar welk bedrijf moet het worden? En ze hebben gelijk, want de enige aanbieding die we tot nu toe hebben gehad was van New Balance. En dat was ons tenue sponsor. Ze hebben ons zo'n 4 miljoen euro gegeven en we hebben letterlijk alles gebruikt en zelfs nog meer. En het geld wat we kunnen krijgen van een sponsor kunnen we alleen volgend seizoen gebruiken, maar we hebben nu geld nodig. Het enige probleem is, tot nu toe staan we dus 14e in de Eredivisie en zijn we een super kleine club. Er zal geen groot bedrijf aankomen om ons inimini clubje te gaan sponsoren. We moeten creatief worden. Ik ben benieuwd of we aan het einde van de aflevering een sponsor gevonden kunnen hebben. Voor nu is het in ieder geval tijd om ons te richten op de Eredivisie. Maar voordat we verder gaan, eerst wat persvragen die ik af wil handelen. Zo vraagt Lex bijvoorbeeld, hoe vind je het tot nu toe gaan en blijft het bij deze opstelling of ga je nog andere opstellingen proberen? Ik weet nog steeds niet zo goed wat ik van deze opstelling vind. De afgelopen wedstrijden waren zwaar, aangezien we 2 keer tegen Feyenoord moesten, tegen Ajax en tegen PSV. Maar met deze opstelling wisten we wel Ajax en PSV te verslaan. Dus voor nu wil ik eraan toewijden. Maar als jullie een beter idee hebben, laat het weten in de reacties. Stefan vraagt, denk je dat je de treble kan winnen? Laten we geheel realistisch zijn. Dit eerste seizoen gaat niet om een treble winnen. Dit eerste seizoen gaat om overleven in de Eredivisie. En als we dat voor elkaar krijgen en we halen wat meer geld binnen, ja, dan denk ik dat het best wel realistisch kan zijn om over een aantal jaar beter gaan doen voor een treble. Maar moet ik toegeven dat een Champions League wel heel ver gezocht is. Maar we kunnen het altijd proberen. Misschien moeten we een aantal spelers gaan verkopen om dit budgetprobleem op te gaan lossen, maar voor nu is het tijd om ons echt te gaan focussen op de Eredivisie. En helemaal op een spannende strijd tegen FC Twente. En al vroeg in de wedstrijd breken we door. Ruiz tussendoor richting Van Dijk. Met wat ruimte en wat snelheid. Daar gaat Van Dijk 1-0. Galde. Naar Unuvar. Oh, wat een tackle. Van Dijk. Van Dijk moet hem terugleggen. Ruiz. En die jaagt hem over. Oh, goede tackle van Peters. Op Mees Hilgers. Peters nu alleen afmaken en dat doet hij. En dan is het 2-0. Bal richting Schouten, daar gaat Schouten. Van iedereen breekt hij hierdoor. Schouten, schot geblokt. En dan in tweede, derde instantie, nee. Van Dijk naar de andere kant, De Vries dan. De Vries en weer een redding van Hoenderstal. En zo eindigt deze wedstrijd. En winnen wij 2-0 van FC Twente. Heel blij met die overwinning tegen Twente. En ik moet je dit zien. Laurens Meijer, onze captain, is de doelman met de minste tegendoelpunten dit seizoen. Ik wist dat er 1 iemand was waar ik op kon vertrouwen. En dat was Meijer. We vliegen ook van 14e naar 12e in de Eredivisie. Maar onze volgende wedstrijd is alweer tegen PSV. Dus dat wordt een hele pittige. Ondertussen kunnen we ook de positie wijzigen van Joshua de Vries. Dus laten we dat doen. Dat is al een stuk beter om daadwerkelijk een rechtsbuiten op rechtsbuiten te hebben. En voor we verder gaan wil ik even een kijkje nemen in de jeugdacademie. Tom Simon bijvoorbeeld is flink aan het groeien. En wie weet kan hij al gewoon in de basis starten. Maar we hebben meer spelers. En volgens jullie moest ik dus de positie wijzigen van spelers om ze zo hoger te kunnen maken. Nu heb ik dat bij een aantal spelers gedaan, maar echt heus niet bij allemaal. Laten we Marcel van Dijk gewoon een cam gaan maken. Kijken of we hem misschien hoger kunnen maken op die manier. Ik ben benieuwd. Dieter Karner is nog steeds aan het scouten in Nederland, dus dat is handig. Alleen hoeveel spelers kunnen we nog binnenhalen met dit budget? Dat is heel gevaarlijk. Gelukkig wisten we een speler te verkopen. Jordi Jansen is erg ontevreden en het is gewoon tijd voor hem om te gaan. Hij is ook al 27 jaar. En gelukkig halen we daarmee wat geld binnen. Maar ja, dat krijgen we pas in januari. Al zeg ik pas in januari. Het is nu al 17 december 2023. Dus we zijn er bijna. Het lost in ieder geval ons faillissementprobleem op. En we moeten echt op zoek gaan naar nieuwe verdedigers. Maar daarvoor hebben we geld nodig. En om sponsors te overtuigen, moeten we dit soort grote wedstrijden zien te winnen. Til, tussendoor Noah Lang. Oh, Redding Meijer. Oh, De Vries pakt Lozano aan. Maar het mag door. Weerman met de voorzet in 1 keer. Daar is Noah Lang. En dan is het 1-0. En zo creëert PSV in 5 minuten tijd 2 kansen. En is Noah No op je feestje. Wat is door? Bulut krijgt de bal aangespeeld. Bulut jaagt hem naast. Van Aanholt. Op de flank van Aanholt. Die gooit hem voor. En dan met een gelukje komt hij in de handen bij Meijer. Weerman. Weerman legt hem terug, Lang en dan een voor het goal gelegd. Maar
ingeleverd door Til, Van Dijk, De Vries, Bouloud, Peters. Peters langs de man, Peters. En dan de redding van Benitez. Lozano. Daar zit De Vries tussen, maar Lozano krijgt hem nog voor. En daar is dan Noah Lang voor zijn tweede. 2-0, Noah Lang. Til. Til in de handen van Meijer. Maar toen net voor rust gebeurde er dit. Van Dijk naar de andere kant. De Vries naar het midden. Nog een keer doorleggen. Daar is Peters. En dan is daar 2-1. Lozano. Oh, naar binnen. Lozano. Lozano. Meijer. Redding. Hij houdt ons in de wedstrijd. Johnson. Naar Ruiz. Ruiz tussen iedereen door. Ruiz. En dan Benitez. Bouloud naar de kant. Jansen komt erin voor een van zijn laatste wedstrijden voor de club. Wat tussendoor gespeeld. Peters met heel veel ruimte. Peters om het gelijk te maken. En dat doet hij. Peters met de 2-2. Wat een wedstrijd is dit. Het kan weer allebei de kanten op. Maar PSV gaf niet op. De Jong tussendoor. Til. Til. Schot naast. Peters. Zo, die wordt hard aangepakt. Dest. Dest legt hem naar het midden. Daar komt Kongolo net op tijd tussen. En zo eindigt deze wedstrijd. En ik denk niet dat we hier heel ontevreden mee mogen zijn. Helemaal niet als we daarmee gewoon de punt afpakken van de koploper. Wij staan ondertussen nog steeds 13e, dus daar moet echt wat aan gebeuren. We hebben ook gehoord dat jeugdspeler Jason Sweeney zijn contract wil verbreken. Dus we moeten hem of nu promoveren of laten gaan. Hij is niet zo hoog, maar we kunnen zijn positie aanpassen en dan blijft hij hetzelfde. Ik denk dat Jason Sweeney het gewoon niet voor ons is. Dus laten we hem gaan. Ja, Marcel van Dijk daarentegen. Kijk, zijn positie kunnen we wijzigen. En hij gaat van een 59 naar een... Oh, hij blijft 59. Maar goed, hij heeft een hoog potentieel en 5-star skill moves. We gaan hem gewoon trainen. En ik wil Tom Simon nog even doortrainen in de jeugdafdeling. Want in de basis 11 gaat hij op dit moment geen minuten krijgen. Puur omdat Bouloud gewoon zo in vorm is. De man is echt bizar daar op het middenveld. Ondertussen is het januari en dat betekent dat onze spelers de club gaan verlaten. Gelukkig hebben we ons budget daarmee opgelost. Alleen wordt ons volgende probleem diepte in het team. Nou, dat komt met de tijd wel natuurlijk. Als we nieuwe spelers binnenhalen, kunnen deze spelers naar de bank. Ondertussen is onze scout ook terug met een nieuwe scout-update, maar dit is allebei drie keer niks. Is er niet echt iets wat we in januari kunnen doen? Ik wil eigenlijk gewoon al het geld dat we hebben investeren in de jeugdopleiding. En als Dieter Karner terug is van het scouten, dan wil ik hem gewoon gelijk weer op pad sturen en het liefst naar een ver land. En daar is gewoon heel veel geld voor nodig. Januari wordt een pittige maand, aangezien we geen budget hebben, maar misschien dat er een kidsponsor net op tijd aankomt. Eerst eens kijken wat de wedstrijd tegen Fortuna te bieden heeft. En dan heel snel breken we door. De Vries. Terugleggen. Peters. Peters. 1-0. Van Dijk. Naar Peters. 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 Recht op de keeper. Bouloud. Tussendoor naar De Vries. Daar gaat Joshua. De Vries. Nope. En dan de redding van Pandoer. Johnson. Peters. Peters. Korte hoek. Pandoer weer. Peters. Tussendoor. Bouloud. Bouloud van afstand. Jaagt hem net naast. Peters draait open al. Prachtig van Peters. Peters. Oh, net die bal iets te ver voor zich uit. Oh, bal tussendoor. Peters is bereikt. Peters. Dan de verre hoek. En ja, Peters maakt het af. En zo zetten we de wedstrijd op slot. En gaan we als een winnaar het veld af. En kijk gewoon even naar het nieuws. Onze man Peters, die sloopt gewoon heel de Eredivisie. Sterker nog, hij is omhoog aan het klimmen in de topscorerslijst. Dus hij staat nu op 5, maar Noah Lang, hij komt eraan. Het wordt ondertussen steeds later en later in januari. En we horen nog steeds niks van iemand die ook maar een team wil sponsoren. En we hebben nog één wedstrijd te gaan deze transferperiode, voordat we echt niks meer aan het team kunnen veranderen dit jaar. We staan nu wel in dat linker rijtje, voordat januari afgelopen is. Daar ben ik wel heel blij mee. En dat zou ook betekenen dat we het contract wat we met New Balance hebben halen dit jaar. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat dat zo blijft. En ik hoop gewoon dat jullie snel met goede ideeën komen voor een shirt sponsor. Dus als je daarmee wil helpen, volg me op X. Onze weg naar de top is pas net begonnen.